Yes, welkom terug hier bij een nieuwe video op Bartbaan. Mijn naam is Bart en ik sta hier voor Efteling Bosrijk. Een van de twee vakantieparken van de Efteling. Ik was hier vanochtend al een kwart voor zeven, ja, heel erg vroeg. Want ik ging ontbijten in het eethuis hier achter mij. Dus laten we beginnen en dan gaan we lekker ontbijten. Leuk dat je kijkt. Goedemorgen allemaal. Het is kwart voor zeven. Het is heel vroeg in de ochtend. En ik loop hier onder de bomen van Bosrijk. Ik sta hier nu voor het poorthuis. En we gaan vandaag deze dag beginnen met een ontbijtje in het eethuis. Het restaurant van Efteling Bosrijk. De ontbijt is vanaf 7 uur. Ik heb er bewust voor gekozen om meteen om 7 uur te gaan. Omdat het dan nog lekker rustig is. Omdat ja, de Efteling pas om 10 uur open gaat. Dus laten we naar binnen gaan en eens kijken hoe het ontbijt er eigenlijk uitziet hier in Bosrijk. Ga je met me mee? Zo, ik zit heerlijk aan mijn tafeltje. Het ontbijt in Bosrijk. Je kan hier op twee verschillende soorten ontbijten als je slaapt in Bosrijk. Je kan het laten bezorgen bij je huisje of aan je hotelkamer. Dan komen ze het aan je deur hangen en heb je je ontbijt wat je van tevoren hebt besteld. Of je kan gaan eten in het eethuis. Dat kost €19,50 per persoon. Als je een hotelkamer hebt geboekt bij Bosrijk zit het erbij. En dan heb je een ontbijtbuffet en dat gaan we vandaag even checken. Laten we even kijken wat je allemaal kan krijgen. Zo, aangekomen op het ontbijt. We hebben hier ontbijtspek, roerei, hardgekookte eitjes. Even kijken, wat hebben we allemaal nog meer. Misschien een soort kaas, eiersalade, ham, vlees, komkommer, tomaat. Verschillende soorten broodjes, krentenbolletjes, croissantjes, zachte bolletjes, harde broodjes. En hier Efteling brood wil je kan afsnijden. En hier verschillende soorten jam, hagelslag, peperkoek. We hebben hier mini broodjes. Donuts, chocoladebroodjes, verschillende soorten dranken. We hebben hier melk, frisse chocolademelk, appelsap, multifruity, sinaasappelsap. En we hebben hier ook nog fruitwater. En dan nog verschillende soorten koffie, espresso, cappuccino. Oftewel best veel. Laten we eens even een ontbijtje pakken. Even een reviewtje doen. Zo, welkom aan tafel in Bosrijk bij het ontbijt. We gaan een paar rondes gaan we even checken, review, testen. Het eerste bord is een roerei met spek en een broodje. En een bescheiden appelsapje. Het is best wel raar dat je helemaal alleen in een restaurant zit. Maar op zich is wel mooi. Je kunt even goed zien wat we allemaal kunnen krijgen hier. Laten we even een hapje nemen van de roerei. Oké, die is best goed. Altijd als ik in hotel slaap, pak ik altijd best veel spek en ei. Ik vind dat wel lekker. Prima. Een paar jaar geleden ben ik mee te slapen in het Loonse Land. En die video kun je helemaal checken, dus moet je vooral even op mijn kanaal checken. Alleen toen was het in coronatijd. En toen had de Efteling een idee bedacht met het ontbijt. Om van die plateaus op de tafel te zetten. Dat zag er zo uit. Dus je kreeg dus een plateau met alles op en eraan. Er werd eigenlijk ja, iets voor je samengesteld. En als je iets extra's wilde, moest je dat vragen. En als je ei of zo wilde, moest je dat halen bij de keuken. Ik vond het helemaal niet handig. Maar dit is wel top. Gewoon zo'n buffetje, ga je er gewoon heen, pak je wat je wilt, eet je en ga je richting het park. Dat is natuurlijk wel top, hè? Je slaapt in Bosrijk, kom naar het restaurant, eet lekker wat en dan kun je meteen door naar de Efteling. Hij smaakt een beetje anders dan normaal, dan dat ik hem gewend ben, die roerei. Hij is wat plakkerig, kijk. Nou, prima. Dit was ronde 1. Laten we eens even gaan voor de gezonde tour. Laten we eens even wat fruit en zo gaan pakken. Ga je mee? Zo, laten we eens een beetje yoghurt pakken. Een beetje fruit erbij. Zo, ik heb de volgende ronde. Ik heb even de gezonde variant gepakt. We gaan eerst even iets anders doen. Ik heb hier 4 koude drankjes voor me staan. En ik wil eigenlijk even de dranktest doen. We hebben hier jus d'orange. Mutti Frutti. Het fruitwater. En weer een appelsapje. De Mutti Frutti.
Zo, oeh. Oh, die is wel heel zoet voor een ochtends vroeg. Als je deze probeert tijdens je verblijf in de Efteling, dan heb je je suikers al binnen voor de dag. Zo, laten we dat even wegspoelen met fruitwater. Oeh, dat is wel lekker. Beetje fris, zit een komkommetje in, citroentje, prima. De jus d'orange. Ja, vrij dik. Proeft vers, prima. En mijn favorite, de appelsap. Favorietje, appelsap. Dan fruitwater, is echt heel lekker deze. Jus d'orange. En de Mutti Frutti is iets te zoet voor mij. Ik heb een bakje yoghurt met fruit. Die noem je muesli, toch? Lekker. En ik heb een broodje net nog over met een plakje ham. Ja, weer. Het is trouwens wel heel lekker ham. Daarom ben ik hier dus toch zo vroeg, want je hebt hier twee dingen die je samen met ontbijt alleen 's ochtends en 's avonds kan checken. Eentje echt 's ochtends, en dat is zo meteen over een klein half uurtje. Dan kunnen we de enige echte Oehoudoe meeten. Dat is de elfenplaats vaak, en die is iedere ochtend te ontmoeten hier bij het ontbijt op Bosrijk vanaf 8 uur. Dus die gaan we dadelijk eventjes opzoeken. En ik wil je dadelijk even meenemen met Klein Warenhuis, de cadeaushop / supermarkt van Bosrijk. Want die is alleen 's ochtends en 's avonds open. En dat is wat we dadelijk even gaan doen. Maar ik vind dit wel een heel lekker broodje. Lekker aan. Aanradertje. Toppie. Een lepel heb ik nodig voor deze yoghurt. Mag ik even een lepel pakken? Kijk, weet je wat er is? Wat ik dus ook al zei, ja, je kan dus je ontbijt laten bezorgen. Aan je huis, kan je lekker in je huisje eten. Als je een hotelkamer of appartement boekt, dan zit het ontbijt er vaak bij. Bij Bosrijk. Dat staat allemaal op de boekingspagina als je de accommodatie gaat boeken. Dus check dat van tevoren goed, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Lekker. Nou, weet je ook altijd, hè? Als je op vakantie bent, of je bent ergens een weekend weg, of je gaat bijvoorbeeld naar een hotel in Disneyland of hier naar de Efteling, dan ga ik tijdens ontbijt altijd heel anders eten dan dat ik normaal eet. Maar ik ken wel iemand, dat is wel heel raar. Raar, je kent mijn rand wel een beetje. Ik pak altijd precies hetzelfde. Dus ik begin altijd met een glas jus d'orange en appelsap. Die pak ik twee keer twee glazen. En dan pak ik een broodje met ham, ontbijtspek en roerbak ei noemen ze dat hier. En dan eindig ik altijd nog met een cakeje of een koekje of dat soort dingen. Waarom weet ik het ook niet? En thuis eet ik nooit spek of fijn, maar dat is een ander verhaal. Nou, ik ga het even op mijn gemak opeten. Laten we dadelijk nog één ronde doen. De ongezonde ronde, het toetje. Zo, laten we een bord pakken voor de next round. Chocoladebroodje. Zo. En laten we dan ook nog even een donutje pakken. Laten we de chocolade pakken. En de confetti donut, die ziet er ook wel lekker uit. Oké. Zo jongens, de laatste ronde. Wij hebben hier voor u 4 rechtjes. Het chocoladebroodje, de chocoladedonut, de confetti donut. En ik heb toch nog, ondanks ik bijna toch helemaal vol is, een croissantje genomen. Want die wil ik toch eens proberen. Laten we eens beginnen bij de confetti donut. Nou. Die is wel heel lekker. Hij is goed. Het glazuur is wel echt wel echt lekker. En die confetti maakt hem ook nog, heb ik het gevoel, iets beter. Of hij is niet zo droog, zeg maar. Soms zijn die donuts zo droog, weet je wel. Vooral die kleintjes, maar dat is hier, valt al heel erg mee. Ah. Prima. Meteen ook een aanrader. Als je heel veel wilt eten, ben je meteen om 7 uur hier. Het is nu 7:30 en de eerste mensen beginnen binnen te stromen. Dus weet eigenlijk hoe vroeger je komt, hoe rustiger het is. Chocoladebroodje. Dus niet mijn ding. Ik ben sowieso niet zo van de chocolade. Het chocoladebroodje vind ik eigenlijk helemaal niet lekker. Chocolade donut. Het is pure chocolade. Ook de chocolade donut is niks voor mij. Ook omdat het pure chocolade is. Zie je dat? Het is echt heel donker. Ik ga even rusten. Want ik heb het gevoel dat deze echt helemaal top is. Daar gaan we. Zo. Deze donkerpartij lekker. Zo. Groot croissant. Maar ook heel luchtig. Zie je dat? Dit is echt top deze. Ik vind dit tot nu toe echt het allerlekkerste van het ontbijt.
echt een aanrader als je hier komt ontbijten. De croissants proberen. Ze zijn, in ieder geval vandaag zijn ze echt meesterlijk goed. Ja, dus ze hebben hier vooral eten en drinken. Voor je huisje of op je kamer. Heel veel Efteling merch, truien, spellen, shampoo. Het bier van Bosrijk, Bosrijkse brouw. Dat hebben ze alleen hier, dat verkopen ze niet in het park. Met de glazen erbij. Meer Efteling merch, zoals Blond Amsterdam, frisdrank. Daar hebben ze allemaal brood dat je kan. Buiten de optie dat je het hier gaat eten of kan laten bezorgen, kan je het ook gewoon halen in het winkeltje. Is ook, kan ook. En er allemaal dingetjes in de koeling, hier in het kleine warenhuis. Hey, ik ben eigenlijk van plan om even op zoek te gaan naar Oehoe Houdoe, de elf van Klaas Vaart. Maar die kan je 's ochtends hier meeten bij de receptie. Dus laten we even op zoek gaan naar de elf. Kijk, zijn we hier tegenkomen? Goedemorgen. Oh, goedemorgen, waar moet ik nou inkijken dan? Wat jij wil, je kan hier kijken, hier kan, mag naar mij kijken. Net wat, wil nou, je jezelf zien? Mag mooi... je ook jezelf zien als je wil? Kan ik mezelf zien? Oeh! Ben je goed opgestaan? Nou zeker. Ziet er goed uit. Wat een mooie kant. Oh. Ja, goed hè? Wat een goed beeld heeft u daar, zeg. Ja, mooi hè? Zo, wat goed. Is het vannacht allemaal gelukt? Oh, zeker, zeker, ja? Zeker. Het was een mooie vlucht, het was een beetje koud. Hmm. Klaas Vaart had een beetje te veel gegeten. Maar het viel goed mee, het viel goed mee. Het was goed te doen, het was goed te doen. Nou, super, fijne dag vandaag. Nou, dank u ook. Super. Dag hè. Yes, dat was het ontbijt hier in Bosrijk. Het was een lekker ontbijt, uitgebreid ontbijt. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het buffet wel fijner vind dan die plateaus die ik toen kreeg bij het Loonse Land een paar jaar geleden. Het ontbijt kost €19,50 per persoon voor volwassenen. Ja, dan krijg je natuurlijk de discussie, is €19,50 niet heel erg veel voor een ontbijt? Ja, in principe wel natuurlijk. €20 voor een ontbijt is best wel veel geld, maar met €20. Je moet het denk ik zo zien, de Efteling ziet het als een buffet en... Wat is dan een ontbijtbuffet anders dan een lunchbuffet waar je ook dit geld voor zou betalen? Dat is natuurlijk wel waar. Op zich vind ik €20, kijk, voor mij, het is veel. Het is aan de prijs, vooral omdat je 's ochtends natuurlijk niet zo heel erg veel eet. Als je hier met 4 personen bent en je slaapt die 2 nachten, dan betaal je €160 voor je ontbijt. Dat is best wel erg veel. Alleen is het natuurlijk wel zo, als jij in de huisje slaapt, dan bestel je bijna altijd je ontbijt met de bezorgservice. Waardoor je al je ontbijt hebt zodra je wakker bent. Dan hangt het aan de deur van je huisje. Kijk, dan ben je nooit dat geld kwijt. En als je hierboven slaapt, in een hotelkamer / appartement, dan zit het ontbijtbuffet er wel bij. Dus op zich zou ik zeggen, als je in een huisje slaapt, is het al heel erg duur. Zou ik gewoon, als ik jou was, gewoon lekker ontbijt laten bezorgen. En als jij hier slaapt, dan zit het er al bij. Maar het was wel leuk om een keer gecheckt te hebben. Het was uitgebreid, het was lekker rustig nog. De medewerkers waren super aardig. Prima eigenlijk. Zo vrienden, ik ben aangekomen op de parkeerplaats van Efteling Bosrijk. Normaal gesproken zeg ik aan het einde van de video dat het einde van de dag is. Vandaag is het begin van de dag. Het is nu 7:45. De dag gaat nu lekker beginnen. Ik ga lekker naar school toe. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet een blauw duimpje omhoog te doen. De abonneer op mijn kanaal, zeker niet om het belletje aan te klikken. En dan zie ik je graag aankomende dinsdag terug bij een nieuwe video vanuit de Efteling. En aankomende woensdag bij Bart's grote live show. Vergeet dat zeker niet. Ik zie je dinsdag weer terug. Doei doei. Ciao ciao.